De Hakeringbank NV heeft vandaag 22 plaatsnaamborden onthuld in Kommerwijnen. Dit in verband met het 35-jarig bestaan van haar filiaal in Tamarejo. Het eerste naambord is onthuld aan de voet van de Weidenbosbrug. Financieel directeur Rafik Shoraj Pandey zegt dat de bank graag iets terug wilde doen voor de gemeenschap en dat daarom is gekozen voor een duurzaam project. Kommerwijnen is in ontwikkeling. Er komen steeds meer mensen die zich hier vestigen. Maar ook als toeristische destinatie is het in ontwikkeling. We vinden het dus belangrijk dat ook voor de zichtbaarheid en de bekendheid van de plekken, van de belangrijke gebieden, de resorten, de plaatsen, voor de bekendheid daarvan, dat toeneemt en dat we daar een bijdrage in kunnen leveren. Districtscommissaris van Kommerwijnen, Ajay Kali, was ook aanwezig bij de onthulling van het eerste plaatsnaambord. Hij is de bank heel dankbaar voor dit project. Wij zijn de Hakeringbank, meneer Changur, zeer erkentelijk voor de donatie. Het is een geschenk. Het is een project dat door Hakeringbord volledig wordt gefinancierd. En het gaat om de naamaanduiding, de plaatsnaamaanduiding. Zo, u hebt in Kommerwijnen 6 resorten. De linkeroever van de Kommerwijnen rivier. 4 hebt u, hier staat u in het, als u vraagt, Weidenbosbrug. Maar dat is het, het is resort Meerzorg. Hier hebt u resort Meerzorg, nu Amsterdam. Daar hebt u Alkmaar en Tamarejo. Aan de rechteroever van de Kommerwijnen rivier hebt u 2 resorten. Die zijn Margarita en Bakkie. Zo heeft Hakeringbank gemeend om voor elk resort en ook belangrijke plaatsen naamborden te plaatsen, zodat Surinamers als mensen in het district Kommerwijnen bevinden, tenminste weten ze op welk plaats hij of zij bevindt. Districtscommissaris Ajay Kali vandaag bij de onthulling van het eerste plaatsnaambord geschonken door de Hakeringbank NV.